Studeer je nog? Ja. Oké. Okay. Nou, dit is het gerecht voor studenten. Oh ja. Heel simpel smaak. Heb ik bakken als pannenkoeken? Ja. Maar rode aardappelen, rode bietjes, rasp in een rasp. En dan in plaats van de melk, die de helft melk, de helft dat rode bietjes gaan doen. Dan krijg je dit soort beslag. Nou, dan heb je dus gewoon een heerlijke pannenkoek met groenten erin. Avocado, makreelmoesje, avocado. Nou ja, simpeler kan het niet. Makreel, even zorgen dat de bordjes eruit zijn. En laat er gewoon een moesje van maken. Nou, dit is de pannenkoek. Moes erop. Dit vouwen. Je hebt een heerlijk gerecht. Ja, dat is ook lekker met stroop dan. Stroop erop, altijd. Ja, je kan het ook eentje met stroop. Je kan hem ook zonder de moes eten. En zo krijg je ongemerkt, nou ja, makreel. Er zitten heel veel omega 3 vetten in. Heel gezond. En ook niet duur. En de bietjes. En de bietjes, nou ja. Het enige probleem met bietjes is, de volgende dag naar het toilet gaat, dan heb je rode plas. Ja, dat is het enige. Nou ja, krijg je er gratis bij. Ja. Wat studeer je? Pabo. Pabo, oké. Okay. Hoppla. Dit is het flensje. Zal ik jullie een stukje geven om te proberen? Ik wil ook een stukje? Ja. Koen, jij een stukje? Nee, dankjewel. Ik heb als geheim ingrediënt, kijk, als je je beslag echt lekker wil maken, doe je een beetje gesmolten boter op. En dat moet je natuurlijk niet iedere dag doen, maar nee, af en toe dan... Ik wist helemaal niet dat je een kok was. Ik ben ook geen kok. Ja, nu wel toch? Ja, maar kijk, ik heb ooit een boek geschreven, een roman over een kok. Ja, die heb ik gelezen. Troost. En toen heb ik gekeken naar Pierre Wind, de Haagse kok. En nou ja, we hebben toen samen hebben we een showtje gehad waar we... gingen koken en vertellen. We hebben hier een paar jaar geleden stierenballen bereid. Ja, ze hebben uit Spanje laten overkomen en heeft hij schitterende terrines met stierenballen gemaakt. Maar ja, ik dacht nu ga ik het wel een beetje simpel houden en doen we gewoon rode bietenfeestjes. Oké.